Je kan de bril niet vinden, kan de handschoenen niet vinden. Het enige wat ik heb is vuil. Nou, zit ik dan weer. 12:55 inmiddels. En ik kan weer voor gaan mee te slapen. Ik slaap zo fucking slecht, jongens. Dat is niet normaal. Of ik kan mijn trein niet vinden. Mijn hoofd gaat niet op uit. Gewoon met alles bezig. Blijkbaar. Dus ik dacht, nou weet je, Sergio die moet morgen ook vroeg op. Het is trouwens gewoon maandagavond, dus ik moet morgen gewoon werken. Dus ik dacht, nou, ik ga hem op de bank liggen. TV aan. En hopelijk val ik hier dan langzaam in slaap. Bed wordt het hem niet. Hoort erbij volgens mij. Of heb ik dit alleen maar. En de volgende ochtend, hè, dan ben ik echt... kapot. Maar ja, goed. Oké, nou. Hopelijk pak ik nog een paar uurtjes. Een hele goede morgen. Het is woensdag. En ik ga weer een beetje klussen. Ik heb hier een hele mooie kast staan in de berging. Brup. Maar ik vind hem een beetje lomp staan. Dus ik wil hem halveren. En dan in dit hoekje, of in ieder geval tegen deze muur, gaan zetten. Die gaat dan naar de andere kant en die gaat dan weer naar die kant en die gaat dan weer daar en dan die gaat weer naar daar en dan... Snap je het nog? Nou, ik ga even kijken of het lukt. Eventjes alle veiligheidsmaatregelen nemen. Brilletje, handschoenen en alles. Je kan de bril niet vinden, kan de handschoenen niet vinden. Het enige wat ik heb is... Dus dit wordt of mijn tosten doe het zelf project ooit, of jullie gaan Bloed Petters zien. Ja, je moet wel goed komen toch? Ik zou zweren dat ik een veiligheidsbril had. Oké, voor de mensen thuis, veiligheidsbril. Hey, ik heb wel een veiligheidsbril. Prima toch? Schuif laat liggen, want dan is het snel smelt in, dan is het allemaal donker. So far so good. En nu, draai je. Jongens, hoeveel ruimte we hebben. Die opgestapeld. En tadaa. Het is nog niet helemaal wat ik in gedacht had. Moet je eens kijken joh. Zeeën van ruimte. Alles netjes opgeruimd. Heel, plankenhandel hier.
Super toch? Ik ben benieuwd wat René gaat zeggen als ze thuis komt. Zo, nou, ik heb er weer uitstekend vermaakt. Ik ga nog eventjes wat dopjes. Ik heb bij AliExpress van die valdoppen besteld. Focus duurt natuurlijk wel een uur. Nou ja, maakt niet uit. Valdoppen. Alleen er zat de korte schroefdraad bij. Dus die moeten met zo'n staaldraadje in de stuur. En ja, dus wat erbij zat was te kort. Dus die heb ik zelf eventjes op maat gemaakt. Dus ik ga eens even kijken of ze passen. Ik heb ook wel eens van die momenten dat je denkt dat er 10 man komt eten. Maar we zijn maar met z'n tweeën. Ja. Het is zo'n moment. Ik was lekker bezig. Je weet ook hoe ik gewoon lekker enthousiast kan zijn. En dan van alles gaan maken. En dan denk van dit bij elkaar, dat is goed en dit. Dus ik heb maar... Dus het is gewoon 3 kilo eten per bord. Maar het is nog steeds gezond. Ja, ik heb gewoon spaghetti lekker opgebakken met slaatje eronder en die hamburger. Ja. En toen werd het ineens de toren van Eiffel. Pizza. De toren van Eiffel. Lekker op papier. Zo. Weer een kast leeg. Voilà. Maar ik ben een klusparadijs. Ik ben opruim en klusparadijs moet ik zeggen. Ik kleed zwart af. Ik ben 4 maanden zwanger. Dat is echt dramatisch. We gaan kijken of we de kast kunnen schuiven, draaien. Zodat we toch nog weer net wat extra... ruimte krijgen, zo. The moment of truth. Nou zat ik te denken als nou... Ik ga ervan uit dat het past. Als nou die hoek overblijft, dan kunnen we daar een toffe lamp in maken. Dat er lampen achter zitten, bedoel je? Ja. Zo vanuit die hoek omhoog. Moet ik even helpen? Nee hoor. Kijk uit dat er aan de onderkant nog wel wat in zit, hè? Oh ja, wacht even, het zit aan de kant. Daar zat er ook alweer. Ik weet het niet meer. Je zit er ook lekker geïnteresseerd bij, Mo. Gretje, wat doe jij in de kamer? Jij bent nieuwsgierig. Ga maar even uit de kamer. Kom, eruit. Goed zo. Even de deur dicht. Dan jullie maar waken, ja? Oké. Okay. Helpen? Nee, als die valt, dan moet je helpen. Oh ja. Zo, moet je er ook beschadigd? Ja, hij is eigenlijk te diep. Oh ja, ja maar dat... Nee.
Dat dacht ik al. We kunnen twee kasten tegenover elkaar zetten. Hoe bedoel je? Ja, maar dan gebruiken we nog die hoek niet. Dus dan kunnen we ze net zo goed... Eén kast hier en één kast hier. Dan zitten we met het lichtknopje. Ja, daar kun je gewoon bij. Ja, dan zitten we toch met de deur. Dan moet hij altijd dicht of willen we hem... Ik denk dat hij... Ik denk dat hij ook te diep is. Volgens mij heb ik dat al geprobeerd. Vanaf hier? Praktisch gezien dat hij zo het beste staat. Als in ruimte benutten. Het is niet het mooiste misschien, maar... Ja, ik ben toch wel mooi. Ja, ik ook. Ik ben ook van oplossingen, dus ik probeer wel. Nou ja, we schuiven hem nu omdat we dan denken we hebben extra ruimte. Maar we hebben helemaal niet, we weten helemaal niet of we ruimte tekort hebben. Dus als we daar ook de spulletjes hebben. Nee, dat klopt. Dat is to be continued.